De veensteekmachine is verduisterd. Een levensecht miniatuurmodel stond op een paal langs het festivalterrein in Vinkeveen. Teams moesten tijdens Vinkenfest een paalhut bouwen van verstrikte bouwmaterialen. Deze vinkennesten zijn na het festival blijven staan, maar na vannacht was de veensteekmachine opeens verdwenen. Waarschijnlijk gaat het om een stunt, maar tijdens een veiling is er €250 voor neergelegd. De bouwers willen daarom het model graag terug. Omdat de andere modellen nog wel staan, wordt er gedacht aan een gerichte actie. Maar zicht op de boeven is er niet. Het ding is vannacht voor het laatst gezien bij het viaduct van de N201.